Hoi, vroeger speelde ik altijd de Akinator, of Akinator, Akinator. Het was in ieder geval een website met een geest. En dit geestfiguurtje kon jouw gedachten lezen. Nou, dat kan hij nog steeds volgens mij. Maar dat gebeurde natuurlijk niet zomaar. Je moest iemand of iets in je hoofd hebben. En dan gingen je allemaal vragen stellen. En dan moest jij die antwoorden natuurlijk. En op een gegeven moment, poef, kwam de personage die je in je hoofd had ineens op het beeld. Zo ongelooflijk bijzonder en ook een beetje creepy. En ik snapte dus nooit hoe dit werkte, maar wel echt geweldig. Het is natuurlijk een website, zoals ik net had gezegd. Dus ik dacht, ja, voor de video van vandaag is het een app of scrap. Dus dan kan ik het niet helemaal gaan testen. Maar ik heb eventjes gezocht en ik heb dus gewoon een Akinator app gevonden. Ik heb geen idee of dit precies hetzelfde is of dat deze misschien beter is. Maar komt dat eventjes mooi uit, want dat is dus precies waar deze video's voor zijn bedoeld. De graphics zijn wel echt heel erg gaaf. Dat is precies ook echt het karakter dat ik ken. Dus ik denk dat het allemaal van hetzelfde bedrijf is. Maar ik ga hem dus uitdagen. Er staat bedenk een echt of fictief personage. Voordat we gaan spelen moeten we natuurlijk nog wel eventjes weten wie we gaan bedenken in ons hoofd. Ik had zoiets van laten we beginnen met iemand die ik door en door ken. Namelijk mezelf. Alleen iedereen kan dat natuurlijk doen. Ik moet er wel voor zorgen dat ik de vragen beantwoord alsof het meisje Jamila is en niet ik. De eerste vraag is, draagt je karakter vrouwenkleding? Nou, ja. Kent u uw personage persoonlijk? Hier is dus iets wat wel belangrijk is, want natuurlijk ken ik mezelf persoonlijk, maar ik ga er nu gewoon eventjes van uit dat Jamila ergens anders een persoon is. Snap je wat ik bedoel? Dus ik ga zeggen nee. Is je karakter bekend van YouTube? Oh jeetje, dit gaat echt al heel erg snel. Ja, is je personage blond? Oh, gelukkig. Hij had niet meteen mij in zijn hoofd, dus we kunnen het nog van hem winnen. Nee, want ik ben inderdaad niet blond. Leeft je personage in Amerika? Hoe weet hij dat? Kan hij mijn gedachten lezen of zo? Spreekt je personage Nederlands? Wat voor taal ben ik nu aan het spreken? Ja. Maakte je personage een diss track? Nee. Heeft je persoon een hond? Dat is een goede vraag. Weet de Akinator dat ik een huisdier heb en dat het geen hond is? Nou ja, ik moet natuurlijk zeggen nee, want ik heb geen hond. Houdt je personage van eenhoorns? Wat? Oké, dit begint echt heel erg creepy te worden. Wacht even, jongens. Here we go. Het antwoord is ja. Heeft uw personage een kat? Ja. Oh, hij gaat raden. Hij gaat... Hoe dan? Het is zo eng. Goed. Hij weet dus al deze dingen van mij. Oké, we doen heel hard ons best om deze Akinator te verslaan. Maar het lukt tot nu toe nog niet helemaal, want hij raadt het steeds. Dus ik zat er ergens in de Efteling en één ding vind ik wel echt heel erg tof. Namelijk langnek. Maar ja, hoeveel mensen denken nou aan langnek? Het is wel heel bekend, maar tegelijkertijd misschien ook een personage dat deze geest niet kent. Is je personage een jongen? Oké, nou we moeten wel meteen ja zeggen op de eerste vraag. Is het een YouTuber? Nee, langnek is absoluut en zeker geen YouTuber. Kent je personage jou persoonlijk? Nou, ik kan wel eens voor de langnek gaan staan en zeggen dat ik Jamila ben, maar ik denk niet dat hij mij echt leert kennen, dus ik ga zeggen nee. Is je personage Amerikaans? Dat is een goede vraag. Ik weet niet zo heel erg veel over langnek, maar ik ga ervan uit dat dat niet zo is. Is je personage momenteel ouder dan 30 jaar? Ik heb hem eventjes opgezocht op de Efteling website. En hier staat naam, langnek, leeftijd, 50 jaar. Dus dan weten we het antwoord. Hij is ouder dan 30 jaar. Is hij of zij bekend in de muziekwereld? Nee. Is je personage gelinkt met de wet? Niet dat ik weet. Is je personage bekend door sport? Nee. Heeft je personage kinderen? Dat is ook een goede vraag. Maar volgens mij niet. Is je personage beroemd dankzij televisie? Ja, een soort van. Maar ik denk dat iedereen wel zou zeggen dat hij bekend is door de Efteling. Ik ga hier nee op beantwoorden. Ah, dit is een hele interessante vraag. Is je personage echt? Dat is een beetje een tricky vraag. Want aan de ene kant zou je zeggen, ja, langnek kan je gewoon zien in de Efteling. Maar ik denk dat hij bedoelt levend persoon, mensachtig iets. Dus ik ga zeggen nee, het is een fictief personage. En draagt je personage een hoofddeksel, zoals een hoed of een kap? Volgens mij wel. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik ga gewoon ja zeggen. Heeft hij een baard? Nee, dat dacht ik niet. Is je personage een tovenaar? Oh jeetje. Je zou kunnen zeggen dat hij wel kan toveren met zijn nek om het zo lang te maken. Maar ik denk niet dat hij echt bekend staat als tovenaar. Heeft hij de vorm van een dier? Nope. Komt hij uit een sprookje? Hij zit wel in het sprookjesbos. Dus ik zou kunnen concluderen dat hij inderdaad wel uit een sprookje komt. Leeft je personage in het bos?
Jeetje, wat ziet hier arrogant uit, jongens. Ik vind het niet leuk. Ik vind het... Hij komt er steeds dichterbij. Is het een volwassen man? Ja. Is je personage lang? Ah, ik vind het echt niet leuk hoe hij er nu uitziet. Hij zit echt al zo te fluiten. Zo van, oh, I got this. Ja, hij is inderdaad heel lang. Is hij langer dan 2 meter? Nou, vooral zijn nek is lang. Maar ja. Ja. Oh nee, hier ben ik bang voor. Hij heeft het gewoon geraden. En we deden het nog zo goed. Hij had er best wel moeite mee. Maar hij zegt dus, ik denk aan Langnek. Ik vraag me af of hij Heider dan kent. Heider is de poes die hier zo achter op de video zit. En zij vindt het heerlijk om hier op het bed te chillen. Maar verder heb ik het niet echt heel erg veel over haar. Dus ik weet niet hoe ontzettend bekend ze is op het internet. Maar dat lijkt me natuurlijk echt een super goede uitdaging. Want gaan we het dit keer van hem winnen? Is het een jongen? Nou, nee. Is die een zanger of zangeres? Dat zou wel echt heel erg bijzonder en gaaf zijn. Maar voor zover ik weet kan Heider niet zingen. Dus nee. Kent je personage jouw persoon? Persoonlijk. Natuurlijk, ik zou zeggen ja, maar de meeste mensen gaan natuurlijk nee zeggen, omdat ze niet Heider persoonlijk kennen. Dus dan moet ik dat ook eventjes zo antwoorden. Leeft je personage in Amerika? Kijk, dat is een hele goeie. Ik ga zeggen ja, want ze leeft inderdaad nu in Texas. Is het een YouTuber? Oké, dat is een goede vraag. Ik ga zeggen waarschijnlijk niet. Omdat ze wel op de achtergrond in filmpjes verschijnt, maar ze maakt niet echt per se video's. Heeft je personage rollen gespeeld waarin hij bovennatuurlijke krachten heeft? Nee. Heeft je personage een zus? Nou, technisch gezien heeft ze 2 zusjes, maar ik ga zeggen van nee. Komt je personage uit de tv-serie? Nee. Is je personage een TikToker? Nee. Is je personage ouder dan 20? Dat is echt heel erg oud voor een kat. Heider is volgens mij 12 ongeveer, dus dat is ook een nee. Is je personage een mens? Kijk, nu begint hij een beetje een idee te hebben van dat het misschien inderdaad niet een menselijk karakter is. Hij heeft er wel echt heel veel moeite mee zo te zien. Ik ga zeggen nee. Natuurlijk, dat is wel logisch. Is je personage een dier? Inderdaad, het is een kat. Ja! Is het het huisdier van een bekend persoon? Ja. Leeft je karakter samen met een man? Nee. Is je personage bekend van YouTube? Jazeker. Is het een vrouw? Ja. Heeft je personage bruin haar? Dat is een beetje een gekke vraag. Maar ja, ze is inderdaad... Ze is wel bruin, zou ik zeggen, toch? Heeft de naam van je personages YouTube kanaal te maken met een dier? Nee. Want er zit geen Heider in Meisje Jamila. Oké, awesome. Je denkt aan een heel zeldzaam karakter. Ik ben heel erg benieuwd of hij weet wie het is. Ik denk aan... Heider! Yes! Het is wel verkeerd gespeld en er zit geen foto in. Er staat zelfs onder kat van meisje Jamila. Jamila met 2 L'en. Ik ben zo verbaasd. Wauw, ik moet je eerlijk toegeven dat ik wel echt heel erg onder de indruk ben van deze app. De Akinator. Oh my goodness, hoe doet hij dat? I don't know. Maar het is dus een geweldige app. Dus daarom krijgt hij 2 dikke duimpjes omhoog. En vond je deze video nou leuk, dan zou ik het ontzettend waarderen als jij deze video ook een duimpje omhoog geeft. Vergeet niet te abonneren, zodat je altijd op de hoogte blijft van al mijn video's. En dan zie ik je in de volgende video. Doei doei!